Jean-Paul van Gastel, was dit nou meer geluk dan wijsheid? Goeie vraag. Nou, ik vond dat zij beter van het spel hadden, waardoor wij geen moment ons eigen spel konden spelen. En hetgene wat we afgesproken hadden, dat lukte niet. Maar ik vond wel dat wij ook wel kansen hadden. En zij, met name in de tweede helft, alleen maar schoten. Weliswaar heel dichtbij. Die waren dicht op goal. Maar zij hadden wel het beter van het spel, dat klopt. Jullie kregen geen controle, ook niet toen je voorkwam met Pelle. Hoe komt zoiets nu? Nou ja, wij wilden ze eigenlijk opvangen. Maar er zit altijd een verschil, dat heb ik van tevoren proberen aan te geven, tussen opvangen. En dan op een gegeven moment komen ze in een bepaalde zone van het veld. En dan moet er druk gezet worden. En dan moet er agressief verdedigd worden. Ja, dat lieten we echt na. En we kwamen niet in duels. En als we in duels kwamen, wonnen zij hem. Nou ja, dat is wel een basisbeginsel van het voetbal. En dus heb je het middenveld niet in handen. Daar waren zij oppermachtig, hè? Ja, dus daar hadden wij heel veel problemen. Nam jij trouwens een risico toen de Vrije al geel had en je hem lang liet staan? Nou, ik vond dat er verder, Stefan heeft verder geen overtreding gemaakt. Ik denk dat hij 2 overtredingen gemaakt heeft. Dus nee, ik vond het niet aan de orde om hem al van tevoren al te wisselen. Ja, was het toen vooral tegenhouden toen je met 10 man speelde? Zij drongen ook niet echt aan, moet ik zeggen. Nee, zij zaten er ook fysiek doorheen. Zij konden de oplossing niet meer vinden. Ja, en ik moet zeggen, toen wij met 10 man kwamen, vond ik dat wij eigenlijk pas begonnen te overleven. Toen kwam er eigenlijk iets los in de ploeg van, ja, nu kan er veel gebeuren, maar nu gaan we hem ook binnenhalen. En dat vond ik bij 11 man niet. Dan zeggen ze vaak, Jean-Paul, dat strafschoppenseries loterijen zijn. Wordt nou vanavond bewezen dat dat niet zo is? Want ja, jullie maken ze alle 6. Nou ja, in mijn mening is dat het geen loterij is. Ik vind dat je erop kunt trainen. Kijk, wat je niet kunt trainen is de druk van publiek en de strafschop die genomen moet worden op welk moment. Maar je kunt altijd vertrouwen op je eigen trap. En dus dat is trainbaar. En Mulder, weer belangrijk, hè? De laatste weken wel vaker, maar vanavond weer. Ja, hij pakte de beslissende strafschop en uitstekend. Hoe dubbel is deze dag, omdat je collega Koeman zijn vader verliest? Ja, hij is vreselijk. Dus, ik bedoel, dat hangt ook een beetje als een deken over de ploeg heen. Ook bij de jongens. Hè. Chris kreeg het net voor de wedstrijd te horen dat meneer Koeman was overleden. Ja, dat doet wat met een speler. Hè. Ieder speler heeft zijn eigen verhaal. Er zijn jongens die hun vader ook zijn verloren. Erwin Mulder zegt dat net bijvoorbeeld, ja. Nou ja, dus dat betekent wel iets. Hè. We zijn allemaal mensen. En één ieder gaat er op zijn eigen manier mee om. En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik allebei mijn ouders nog heb. Maar ik moet ook niet aan denken dat ik een van de twee kwijtraak.